Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen. Veel Australiërs die een uitkering ontvangen zijn nu helemaal uit de huurmarkt geprijsd of kampen met ernstige huurstress. Dit speelt in alle hoofdsteden en grote regionale steden. Een nieuw rapport van de belangenbehartigingsgroep Everybody's Home schetst het probleem als grotendeels veroorzaakt door huurverhogingen en uitzettingen zonder reden en roept op tot dringende hervormingen. Dit is SBS Dutch. Huurverhogingen hebben Caitlin, die afhankelijk is van het Disability Support Pension, gedwongen om een groot deel van haar volwassen leven veelvuldig te verhuizen. There's so much trauma that comes with living in housing insecurity for so long that it usually triggers like an extreme trauma response for me every time. Op 38-jarige leeftijd woont ze in een sharehouse en zegt ze dat ze waarschijnlijk de rest van haar leven zal huren. This last move cost me $2,500 because being physically disabled, I just can't do a lot of the moving labor myself, so I have to pay people. And that's even with friends helping. Net als Caitlin hebben veel Australiërs die afhankelijk zijn van Commonwealth Rent Assistance of die rond moeten komen van het minimumloon te maken met ernstige huurproblemen. May Aziz van Everybody's Home zegt dat dit het geval is, zelfs na de onlangs ingevoerde indexeringswijzigingen, waardoor het ouderdomspensioen, de jobseeker en de disability-uitkering iets omhoog zijn gegaan. What we found is that across Australia there is practically no region of the country where a person on a low income can afford to pay the rent. If you're on JobSeeker in a capital city, the average unit rent is 124% of your income, so you really can't afford to rent. If you're on the age pension or the disability support pension, it's 90% of your income. If you're working full time and you're on the minimum wage, it's 80% of your income. So what we're seeing is that the housing crisis, we've seen it climb up the income ladder in the past couple of years, but we're still seeing that it's the people on the very lowest incomes who are missing out the most. De groep leidt een nationale campagne om de betaalbaarheid van huisvesting in Australië aan te pakken. Eerder deze maand kwam hun meest recente Priced Out rapport uit en daarin staat: gebaseerd op de huurprijzen in de hoofdstad zou iemand die het minimumloon verdient na het betalen van de huur iets meer dan $25 per dag over kunnen houden, terwijl mensen met een ouderdomspensioen of disability-uitkering het zouden moeten doen met slechts $8 per dag. En iemand die een jobseeker-uitkering ontvangt, zou helemaal niets overhouden en zelfs $100 tekort komen. Buiten de hoofdsteden zijn de meest onbetaalbare gebieden de Gold Coast, Sunshine Coast, Wollongong en het noorden van West-Australië. Veel mensen die in die gebieden een Centrelink-uitkering ontvangen of leven van het minimumloon, moeten minstens de helft van hun inkomen uitgeven aan huur. Christine O'Connell, woordvoerder van het Anti-Poverty Center, zegt dat het voor haar een al te bekend verhaal is. We know that welfare recipients have been struggling in the private rental market for a long time. And we've also seen that get severely worse over the last year or two. And at this point, a lot of people are breaking and ending up without a home at all because of how bad things have gotten. Voorstanders zeggen dat er verschillende maatregelen nodig zijn om het probleem aan te pakken, waaronder een verhoging van de uitkeringen voor inkomensondersteuning, samen met landelijke consistente bescherming voor huurders, belastinghervormingen en meer sociale huisvesting. U hoort Harry Millward, de algemeen secretaris van de Renters and Housing Union. Raising welfare to a livable amount would be a great start in reducing the cost of living crisis. I think that we would like to see public housing built until or acquired until there is no more need for it. As long as there are people on that public housing waiting list, that's a problem. I think that recognizing housing as a human right, the need for shelter, the need to survive, is a human right. Millward zegt dat er ook andere overwegingen zijn. I think that Everybody's Home have the broad strokes right. There's a lot that we would agree with on the issue. I think that they perhaps are too eager to accept community housing as a replacement for public housing. Public housing is more affordable and has more protections for people. It has longer leases.
De federale overheid heeft de ambitie om via het Housing Australia Future Fund de bouw van 13.700 huizen te ondersteunen. Maar premier Anthony Albanese heeft zijn frustratie geuit over het feit dat het Help to Buy-programma politiek op slot zit. What the Greens are doing is that they defer votes on things. What that's done is defer the rollout of public housing, which we need. We announced 13.700 in the first instalment last Monday. They could have been built. People could have been living in them now, except for this game playing that went on. Groene senator Nick McKim zegt dat het de Labour-partij is die met de Groenen moet samenwerken om ervoor te zorgen dat hun wetgeving de huizen niet duurder maakt. Housing affordability has never been worse in Australia. Labour's legislation will actually make it worse again. We can't negotiate with ourselves. Labour should sit down with us and work through a solution to the housing crisis. Voor mensen als Caitlin kan hervorming niet snel genoeg komen. The rent increases need to be frozen immediately. Like, the government needs to freeze rent increases. The rent keeps increasing while the quality of the housing that I'm living in has not increased. So I'm not living in a better place than I was 6 months ago, and I'm not, like, you know, my housemates aren't either. There's so many amenities that didn't come with the rental. It's not like anything has improved. Repairs get ignored, maintenance requests get ignored, but the rent keeps going up. And that's not fair. Dit was een verhaal van Hannah Kwon voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.